de Barbarentocht aan het schieleren. Wat is dat dan? De Barbarentocht is een tocht die we met onze club rondje door de polder in, bij Baarn. Rondje van 3,4 kilometer en dan proberen we in een uur zoveel mogelijk rondjes te skilleren. Oh ja. En dat doen we met de jeugd, maar ook met de junioren en ook vriendjes en vriendinnetjes. Eigenlijk iedereen die mee wil doen, die mag meedoen. We zijn hier de Barbarentocht aan het skilleren. Wat is dat dan? De Barbarentocht is een tocht die we met onze club rondje door de polder in, bij Baarn. Rondje van 3,4 kilometer en dan proberen we in een uur zoveel mogelijk rondjes te skilleren. Oh ja. En dat doen we met de jeugd, maar ook met de junioren en ook vriendjes en vriendinnetjes. Eigenlijk iedereen die mee wil doen, die mag meedoen. Het skielerseizoen gaat nog 3 weken, hebben we nog training op de skielers. Daarna gaat de ijsbaan in Utrecht open en dan gaan we met z'n allen weer op het ijs. Oh ja. Dus het is niet alleen een skielervereniging, maar gewoon een schaatsvereniging ook? Ja, het is SSV Eemland, dus skieler en schaatsvereniging Eemland. Wat doe je dat goed? Ik schrok me dood. Ik dacht van dat gaat verkeerd. Ja, en dan moet je een soort van pizzapunten maken. Oh ja. Maar ben je wel eens gevallen terwijl je dat deed? Ja. Ja? Ja, maar je bent wel goed. Wat heb je nou allemaal aan? Beschermers, skielers en een helm. Oh ja. En dat helpt wel dat je niet met de schaafwonden thuis komt? Ja, alleen deze is al kapot. Oh, daar ben je een keertje overheen gegaan. Ja. Hey, en dan ga je zo meteen rondjes rijden. Hoeveel denk je dat je er gaat doen? 5, 6, 7. Echt waar? Zoveel? Ik weet niet of je dat gaat doen. Want je kan best snel. Laat eens zien hoe snel je kan.